Welkom allemaal. Pak nog even lekker een stoel en kom erbij zitten. Welkom allemaal en wat fijn om jullie vanavond allemaal hier in de bibliotheek Neude te zien. Dit is de eerste avond van onze najaarsprogrammering. We zijn weer van start. Welkom ook iedereen die live meekijkt via de livestream. Ook jullie kunnen vanavond vragen stellen, die komen dan bij onze sprekers terecht. Mijn naam is Hilke Gotelaar en ik ben programmamaker bij Studium Generale, platform voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. Dit is niet alleen de eerste avond van onze najaarsprogrammering, maar dit is ook de eerste avond in onze nieuwe vierdelige serie Macht en Onmacht. En in vier avonden gaan we met wetenschappers en andere experts de staat van onze democratie onderzoeken. En vanavond gaan we het hebben over de vraag wat de macht van de rechter in Nederland in onze trias politica is. Burgers vragen de rechter namelijk steeds vaker om uitspraken te doen over beleid of eigenlijk het gebrek aan beleid en wetgeving. En komen rechters daarmee niet te veel op de stoel van de wetgever te zitten? Nou, dat is een geluid dat je bij politici en in de media veel hoort. En daarom ga ik vanavond ook werken met krantenkoppen om jullie daar doorheen te loodsen. En het doel, mijn doel van deze avond is dat jullie allemaal naar huis gaan met het gevoel, ik weet nu hoe het zit. Dat gaan we in ieder geval proberen. Uitzoeken hoe het precies zit, dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Dat ga ik doen met drie geweldige gasten. En voordat ik hen aan jullie voorstel, ben ik eigenlijk wel eerst even benieuwd wie jullie zijn, wie hier in de zaal zitten. Wie is er vanavond voor het eerst bij een Studium Generale avond? Mag ik even handen zien? En wie komt er veel vaker? Ik zag al een aantal bekende gezichten. Nou, leuk, welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie een leuke zomer hebben gehad. Wie is er zelf jurist? Mag ik handen zien? Toch ook al twee handen vol. En wie denkt er op dit moment, ja, rechters in Nederland die hebben te veel macht? Mag ik ook even handen zien? Ga ik even om een korte toelichting vragen. Ja, ik vind dat ze te veel voor de politiek uitlopen. En daar is geen controle op. Dus dat moet bij de politiek blijven. Helder. Ik ben benieuwd, ik ga de vraag straks nog een keer stellen of u dan ook nog steeds de enige bent of dat misschien uw mening ook veranderd is. Ik ga nu naar mijn gasten. Janneke Gerards, hier in het midden. Jij bent hoogleraar fundamentele rechten in Europa aan de Universiteit Utrecht. En je werkt bij de afdeling advisering van de Raad van State, die de regering en het parlement adviseert over wetgeving. Welkom ook André Verburg. Jij bent hoogleraar rechtsbescherming tegen de overheid aan de Universiteit Utrecht. En je werkt als rechter bij de hoogste bestuursrechter, namelijk de Raad van State. En welkom Merel Hendricks. Jij bent mensenrechtenadvocaat bij het PILP, het advocatenkantoor dat gemeenschappen, bewegingen en activisten steunt in hun strijd voor verandering. Janneke, ik begin met jou als staatsrechtdeskundige. Want laten we even teruggaan naar de basis, de trias politica, die kennen we natuurlijk allemaal. De wetgevende macht, die maakt wetten. De uitvoerende macht voert die uit en de rechtsprekende macht, die spreekt recht. Waarbij de wetten ook getoetst worden. En dat brengt mij meteen bij de eerste krantenkop. Het kabinet wil dat rechters wetten kunnen toetsen aan de grondwet. Kun je misschien eerst eens uitleggen hoe de situatie op dit moment in Nederland is? Ja, dat is meteen best ingewikkeld. Maar daarom vraag ik het aan jou, omdat jij het zo goed kan uitleggen. Laat ik het een beetje eenvoudig te houden. Nou, we hebben natuurlijk heel veel wetten waar we braaf allemaal aan moeten voldoen elke dag. Maar het kan natuurlijk af en toe zijn dat zo'n wet in strijd is met je grondrechten, met je vrijheid van meningsuiting of je demonstratievrijheid of je privacy. Dan kan je op zichzelf naar de rechter gaan en aan die rechter vragen om vast te stellen dat er inderdaad iets niet deugt met die wetgeving. Het enige is dat we in Nederland ook als uitgangspunt hebben dat we die machtenscheiding hebben en dat de wetgever samen met de regering die wetten maakt. Die zijn daar ook helemaal voor toegerust. Bovendien kiezen wij met z'n allen die wetgever. Dus het zou eigenlijk best gek zijn als er dan nog een soort van derde orgaan is dat die wetten zomaar opzij mag zetten. Dus in Nederland hebben we om die reden ervoor gekozen dat de rechter mag wetten die door de regering en door het parlement zijn gemaakt niet opzij zetten omdat ze in strijd zijn met de grondwet. Het wordt nog wat ingewikkelder. We hangen allemaal nog aan je lippen. En dat is dat wat die Nederlandse rechter wel mag,
is diezelfde wetten toetsen aan internationale verdragen. Want daar hebben we als Nederland met elkaar en met andere staten afspraken over gemaakt. Dat zijn hele belangrijke instrumenten. Daar mag je gewoon niet mee in strijd handelen. Ook de wetgever mag niet in strijd handelen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nee. En op het moment dat een rechter tot de conclusie komt dat een wet in strijd is met zo'n internationale verdragsbepaling, dan mag hij die wet wel buiten toepassing laten. Dus dan kun je toch een beetje, bijvoorbeeld die belangrijke rechten zoals die demonstratievrijheid of die privacy, ja, die kunnen dan toch voor een wet gaan als heel duidelijk is dat die wet daarmee in strijd is. Dat is de situatie hoe die nu is. Het vorige kabinet, maar ook het huidige kabinet, die wil dus dat rechters wetten kunnen toetsen aan een grondwet. Wat zou er dan veranderen? Dat hangt er heel erg vanaf hoe je dat doet. Kijk, op het moment dat je alleen maar die bepaling in de grondwet zou schrappen die nu zegt dat het niet mag, gebeurt er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Want rechters mogen al die wetgeving opzij zetten wegens die strijd met die internationale verdragen. En als je nou de grondwet en die internationale verdragen op elkaar legt, dan is het eigenlijk niet zo dat er in die grondwet veel meer staat dan in die internationale verdragen. Dus in feite komt het dan nog min of meer op hetzelfde neer. Er zijn wel wat verschillen, dus het zou wat meer, dat zou ons allemaal zeg maar wat meer waarborgen kunnen geven nog. Ja. Maar niet superveel. De enige situatie waarin er echt iets zou kunnen veranderen, en dat is wat meneer Omtzigt, die dit voorstel naar voren heeft gebracht, ook graag wil, is dat we een constitutioneel hof zouden krijgen. Dus dat je één allerhoogste rechter krijgt in Nederland met, volgens de voorstellen die er liggen, een paar rechters erin, die dan met als klein groepje, zeg maar, al die wetten zouden kunnen toetsen aan de grondwet en ze eventueel opzij zouden kunnen zetten. Dat is eigenlijk ook iets wat we in andere landen, ik denk dat de Verenigde Staten daar een belangrijk voorbeeld van is, eigenlijk kennen. Want ze kunnen best zeggen dat Nederland de vreemde eend in de bijt is, dat wij dit niet hebben, een constitutioneel hof. Ja. Jij noemde al even Pieter Omtzigt, dat is inderdaad een van de voortrekkers. En de redenering, de aanleiding eigenlijk voor het vorige, maar ook het huidige kabinet, om dus voor zo'n constitutioneel hof te pleiten, is onder meer de toeslagenaffaire geweest om individuele rechtsbescherming te vergroten bij wetten die wringen met de grondwet. Dus het gaat heel erg om die individuele, die jij ook noemt, die rechtsbescherming. Nou, André, jouw leerstoel, zei ik net al, heet rechtsbescherming tegen de overheid. Vind jij ook dat een constitutioneel hof daar een goede oplossing voor is? Of daar goed aan bijdraagt? De functie van een constitutioneel hof is eigenlijk nu nog in ieder geval onwennig in Nederland. En dus dan zou je moeten kijken, hoe gaat dat uitwerken? We zijn nu bijvoorbeeld gewend aan dat je voor heel veel zaken kan je naar de rechtbank, dan naar een hoge beroeprechter, een hof of een gespecialiseerde hoge beroeprechter, en dan vaak ook nog naar de Hoge Raad. De constitutionele toetsing als zodanig is vaak gewoon die ene aanleg van die 6 personen die erin zitten. Dus je kan je afvragen of we bijvoorbeeld het echte debat over wat willen we met dit hele belangrijke individuele geval versus dit hele belangrijke wettelijke kader, willen we dat eigenlijk abstract voorleggen aan het constitutionele hof, of willen we dat via de gewone rechtsgang voorleggen aan, wat we gewend zijn, 3 rechters. Het kan zijn omdat ik me er meer thuis bij voel, maar ik denk eerder, als dat gewoon is via de normale rechtsgang, en dus dat eigenlijk elke rechter een constitutionele toetser is, ik voel me daar eerder thuis bij en vind dat makkelijker om dan het individuele geval naar voren te laten komen, dan dat we dat hele hoge, op een berg is het nu in mijn verbeelding geworden, staande constitutionele hof hebben. Ja, jij bent rechter, ga ik natuurlijk ook aan een advocaat vragen. Merel, wat denk jij ervan? Ik denk dat meer rechtsbescherming voor burgers altijd beter is. Ik heb niet een hele sterke mening over of dat nou in een constitutioneel hof qua vorm moet zijn, of dat alle rechters in Nederland dat zouden moeten kunnen doen. Ik kan me wel voorstellen dat het met vanwege het feit dat de rechters nu al mogen toetsen aan die internationale verdragen, dat het ook makkelijker is om het daar samen te brengen. In een constitutioneel hof, ja. Nou, ik ga even naar samenbrengen bij die. Even nee, ik bedoel bij de rechters zoals het nu is, zeg maar geen constitutioneel hof. Ja. Ga ik meteen even naar de volgende krant
dat is een opiniestuk met als titel: constitutionele toetsing brengt ook gevaren mee voor de democratie. En ik vroeg me af, kunnen jullie daar een toelichting op geven? Ik zal mee verder toelichten. De praktijk in de VS laat zien dat zo'n hof ook tot politieke polarisatie kan leiden als de rechter ingrijpt in controversiële dossiers, waar misschien eigenlijk de wetgever aan zet zou moeten zijn. Ja, dat is in ieder geval wat ook RBG, de beroemde rechter uit het Supreme Court van Amerika, zelf zei, zelf een voorstander voor erkenning van het abortusrecht. En die zei ook van, ja, maar misschien hebben we het eigenlijk te vroeg aanvaard. Is dus de rol van het constitutionele hof te vroeg geweest voor een maatschappij om het te aanvaarden, en daardoor is het misschien wel controversieel geworden. Want je bedoelt, dus, abortus werd daar niet in de wet geregeld, maar door de rechter? Ja, eigenlijk wel. Hè. Daar is het door de Supreme Court eigenlijk min of meer afgedwongen dat het landelijk toelaatbaar was. En is dus ook inmiddels weer teruggedraaid, zoals we weten. En zij zei dus ook dat het misschien wel kwam door het feit dat de rechter er te vroeg mee was. Dus dat het verschijnsel bestaat dat een rechter iets afdwingt, wat dan er uiteindelijk toe leidt dat je meer maatschappelijke controverse krijgt, wat dan uiteindelijk leidt tot een terugslag van, in dit geval, conservatisme. Sorry dat ik even zo typeer, maar dat is wel mijn eerste gedachte erbij. Ja, dat kan gebeuren. Dus de analyse is, denk ik, juist. Dat kan gebeuren. Er zit wel iets anders bij. En dat is, ik kan niet kiezen welke zaak ik op mijn bordje krijg. Hè? Dus als ik een zaak te beoordelen heb en daar speelt een heel principieel recht in, en ik moet kijken of ik dat al of niet kan erkennen, of dat ik het meer ruimte moet bieden dan de huidige wetgeving doet, ik kan niet anders doen dan die vraag beantwoorden die partijen mij stellen. En als mijn analyse ertoe leidt, ja, hier moet die extra stap voor worden gezet, kan ik dat toch doen. Dus, met andere woorden, ja, het verschijnsel is er dat een rechter toch controverse aanjaagt, maar een rechter heeft wel een zaak te beslissen. En als een rechter vanuit bangheid zou beslissen, vind ik dat we een veel enger land zijn geworden. Ik zie jou knikken, Janneke. Ja, nou, ik kijk er misschien vanuit een net iets andere, op een net iets andere manier tegenaan. Want kijk, wat je in een democratisch systeem hebt, is, wij denken allemaal dat dat perfect functioneert. En als zo'n democratisch systeem inderdaad perfect functioneert, dan moet je ook eigenlijk genoegen nemen met de uitkomsten. Als je het er niet mee eens bent, moet je je dan neerleggen bij de wetgeving die gemaakt wordt. Het probleem is alleen dat het systeem niet perfect functioneert. Dus ik bedoel, wat je nu in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ziet gebeuren, waarbij er allerlei trucjes worden uitgehaald om verkiezingsdistricten anders vorm te geven, waardoor je de uitkomst gaat beïnvloeden. Dat is een heel groot mankement dat je dan vervolgens creëert bij de wetgeving. Maar ook wat je kan hebben is dat een wetgever een sterke meerderheid heeft die heel erg de neiging heeft om niet te luisteren naar de belangen van de minderheid. En ik denk dat, zeg maar, als je ziet dat er bepaalde fouten sluipen in het democratische systeem, waardoor dat systeem niet meer goed kan functioneren, mag je als rechter daar in ieder geval heel kritisch naar kijken. Ja. En mag je echt wel kijken van, is dit nou een besluit dat, zeg maar, met een goede discussie en met open alle argumenten op tafel en rekening houdend met ieders belangen tot stand is gekomen? Of is dit een wet die gewoon het doordrukken van één politieke mening is ten koste van anderen? En op het moment dat je dat laatste ziet, dan denk ik dat een heel groot, en dan is inderdaad die rechtsbescherming heel belangrijk, dan zou het volgens mij heel problematisch zijn als je als rechter zou zeggen van, nou nee, dat trek ik mijn handen vanaf, want het is nou eenmaal een wet. En het is natuurlijk veilig om Amerika als voorbeeld te houden. Kijk naar jullie alle drie dus, Merel. Is er ook een voorbeeld van een Nederlandse situatie waarbij je zegt, nou, daar functioneert de democratie eigenlijk niet zo goed, en is het maar goed dat de rechter heeft ingegrepen? Ja, ik kan er helaas heel veel op noemen. Kies er één. Een rechtszaak die wij recent hebben gevoerd voor Defence for Children en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten ging over waterafsluitingen bij kinderen thuis.
Op het moment dat hun ouders de rekening niet konden betalen, kwam het waterbedrijf het water thuis afsluiten en hadden de kinderen dus geen toegang meer tot water. En daar zag je dat dus Defence for Children eerst contact heeft opgenomen met die minister. Heeft gezegd van, hey, deze praktijk in Nederland, dit is echt verkeerd. Dit is in strijd met de kinderrechten. Je moet hier iets aan doen. En de minister zei, wacht even, want er komt een nieuwe regeling en daar kun je dan input op leveren. Nou, daar hebben ze input op geleverd, net als heel veel andere partijen. En eigenlijk al die partijen hebben gezegd, sluit kinderen nou niet van het water af. En die minister zegt, ik doe het toch. Dus er komt een nieuwe regeling en kinderen mogen nog steeds worden afgesloten. Die worden niet beschermd. Ja, wat moet zo'n Defence for Children dan doen? En moeten ze zich erbij neerleggen? Ze weten dat het in strijd is met het kinderrechtenverdrag. Nou, op zo'n moment is het heel belangrijk, denk ik, dat er een organisatie kan opkomen voor zo'n kwetsbare groep. Het gaat vaak ook om kinderen die in armoede leven. Kinderen waarvan je niet kunt verwachten dat zij zelf naar de rechter stappen op het moment dat het water wordt afgesloten. Om te zeggen, hey, dit is in strijd met mijn rechten. Dus dat is een voorbeeld waar je dan ziet dat die bescherming door de rechter heel belangrijk is. Ook als controlerende functie op de wetgevende en de uitvoerende macht. Prachtig voorbeeld, denk ik. We gaan nog veel meer voorbeelden behandelen. En ik ga even een hele bekende waar we vanavond natuurlijk ook niet omheen kunnen. Dit is inmiddels alweer 5 jaar geleden. De bekende Urgenda-zaak. En sinds deze zaak in 2019 bij de Hoge Raad kwam, hoor je eigenlijk meer en meer, de rechter mag niet op de stoel van de wetgever gaan zitten. Rechters zouden te activistisch zijn. In een notendop in deze zaak heeft de Hoge Raad de Nederlandse regering opgedragen om meer werk te maken van het terugdringen van de broeikasuitstoot. Maar ik zou gewoon even aan jullie juristen willen vragen, even de feiten. Wat is er nou gebeurd in deze zaak en waarom is hij zo spraakmakend? Is dat eigenlijk wel terecht? Zal ik een poging doen? we weten natuurlijk allemaal dat die klimaatverandering echt inmiddels aantoonbaar een heel groot probleem is. En dat die ook kan leiden tot de verkorting van het leven bijvoorbeeld. Hè. Dus het is heel duidelijk dat door die hittegolven mensen eerder komen te overlijden. Het is ook heel duidelijk dat als het water nog verder stijgt, dat dat dan kan leiden tot overstromingen, dat mensen daardoor kunnen komen te overlijden. Dus dat heel veel schade kan opleveren op den duur, is inmiddels echt wel heel duidelijk. En nu eigenlijk ook al. Wat we ook weten is dat we ongelooflijk veel internationale regelgeving hebben afgesloten en dat we daar als Nederland heel actief aan hebben bijgedragen, waarbij we zeggen van, nou, dat moet niet. He, dus we moeten nu stappen zetten om het voor onze volgende generaties in ieder geval niet nog slechter te maken. Het enige wat vervolgens het probleem is dat het natuurlijk heel mooi is om je handtekening onder zo'n internationaal verdrag of een Europese regeling te zetten. Maar als je vervolgens als overheid dan tekortschiet en niks doet, ja, dan kom je je verplichtingen eigenlijk gewoon niet na. Nou, wat Urgenda in deze zaak gedaan heeft, is eigenlijk aan de rechter vragen van hoe kan dit nu gebeuren? Het is duidelijk dat de staat door niks te doen, eigenlijk of te weinig te doen, een enorm problematische, gevaarlijke situatie creëert, waardoor op kortere termijn of op, in ieder geval ook op langere termijn waarschijnlijk allerlei mensenrechten geschonden gaan worden. Terwijl er al die internationale verplichtingen zijn. Zou het niet een goed idee zijn om dat nog eens een keer uitdrukkelijk te bevestigen dat de staat nu iets moet gaan doen? En dat is in feite wat de rechter in deze zaak gedaan heeft. En ze hebben zich daarbij gebaseerd op die internationale mensenrechtenverdragen. Wat eigenlijk het meest spannend is aan die zaak, is dat rechters dat tot nu toe niet gedurfd hebben. Dus dat rechters steeds dachten van, ja, maar ja, het is ingewikkelde materie. En je bedoelt in klimaatzaken specifiek? In klimaatzaken specifiek, ja. En dat, dat moet de wetgever zelf maar uit en het is allemaal ingewikkeld en alles hangt met alles samen. En hier heeft de rechter eigenlijk de moed gehad om te zeggen van, ja, maar als je nou kijkt naar al die internationale verplichtingen, als je kijkt naar wat er op het spel staat, dan moet iets gebeuren. En wij zijn onderhand de enige die niets doen. Ja. Maar het is ook misschien, eigenlijk hebben ze gezegd, wetgever, je hebt afspraken gemaakt en je doet eigenlijk niets om die afspraken na te komen.
Ja, daar komt het op neer. Met hele grote risico's als gevolg. En daar zit ook misschien wel het mooie in. Want dan krijg je echt een verschil tussen politiek en het werk van de rechter. Met name in de uitspraak van de rechtbank, dus de eerste van de drie, staat dat heel duidelijk uitgeschreven. Ja, we hebben afgesproken om, 25-40% reductie te bereiken. En de rechtbank zegt het heel scherp, maar het zit eigenlijk in de redenering van Hof en Hoge Raad daarna ook. Dat ik je hou aan die 25, ja, dat is een minimum. Dat is niet politiek als ik dat doe. Dat is gewoon je houden aan de afspraken die je zelf hebt aangegaan. Als ik nou ga zeggen, je moet tot met de 40, dan kom ik ergens in de politiek. Want die afweging tussen de 25 en de 40, die heb je jezelf gegeven toen je deze afspraak maakte, beste staat. Maar die 25 is een minimum. Dus ik, rechter, bedrijf eigenlijk geen politiek. En dat staat ook, nou ja, ik zeg het nu in 3 minuten, maar daar staat eigenlijk pagina's lang uitgelegd. Nee, dit is geen politiek, dit is nou precies wat rechtspraak is, namelijk ook jij moet je houden aan je afspraken. En lezen dan zo weinig mensen die uitspraak? Dat is misschien een retorische vraag, maar hoe komt het dan toch dat deze uitspraak altijd wordt aangehaald en ook sindsdien in ieder geval de kritiek in de media, maar ook van politici, lijkt toegenomen te zijn? Ik bedoel, dit was in 2019 en in maart 2020 werd er een bijeenkomst door Thierry Baudet in de Kamer georganiseerd om eigenlijk ook te vragen van zijn rechters niet de politiek? Maar stiekem is dat ook een beetje politiek, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel makkelijk om het af te schuiven op de rechter die jou op de vingers getikt heeft omdat je iets niet gedaan hebt dat je eigenlijk wel moest doen. Ja. Wat mij ook altijd wel weer opvalt in diezelfde discussie is dat dezelfde mensen die heel kritisch zijn op die rechter vervolgens wel naar de rechter toestappen als ze zelf een keer ongelijk dreigen te krijgen. Opportunisme achter. Ik ben blij dat je daarover begint, want ik wil hem ook weer wat breder trekken dan alleen de Urgenda-zaak. Want het is niet alleen geëngageerd links die de rechter weet te vinden. Zo hadden we bijvoorbeeld in... Overigens. Die uitspraak die ik net noemde, ik focuste even op de uitspraak van de rechtbank. Toen printte ik nog wel eens wat. 68 pagina's. Okay. Dus ik begrijp op zich dat er heel veel mensen zijn die hem niet helemaal lezen. Ja. Maar in de pandemie hadden we de corona-ontkennis van viruswaarheid, die ook procedeerde bij de rechter, herhaaldelijk zelfs om de avondklok tegen te gaan. En ook 1 keer met succes. En ik ga daarom ook even verder naar de volgende kop. Die leest steeds meer rechtelijke uitspraken over politieke kwesties. Dubbele punt. Wie heeft het nou voor het zeggen? De rechter inschakelen om politieke doelen te bereiken is een populaire strategie geworden. Niet alleen bij klimaatzaken. En ik vroeg me even af, ik hoor het mezelf ook zeggen, maar klopt dat eigenlijk wel historisch gezien? Is er echt een toename van mensen, van burgers, van partijen die de rechter vraagt zich uit te laten over een politieke kwestie? Jij knikt meteen. Ja, klopt zeker. Ja, en zeg maar dat strategisch procederen, hè, dat is echt wel opgekomen. Dat heeft veel te maken met het feit dat mensen het vertrouwen in de politiek kwijt zijn geraakt en dat demonstreren ook lang niet altijd werkt. Het is eigenlijk een beetje begonnen in de Verenigde Staten, waar de burgerrechtenbeweging heel veel voor elkaar heeft gekregen bij de rechter. Ja. En ook in Nederland op zekere momenten de gedachte op gang kwam van, nou, misschien kunnen we die rechter ook zover krijgen dat hij de andere staatsorganen op de vingers tikt. Ja, want Merel, jouw kantoor stond eigenlijk aan de wieg van het strategisch procederen in Nederland. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dus wij... Wij zien strategisch procederen, dat is eigenlijk tweeledig. Dus enerzijds denk je na, is het over deze kwestie, over dit belang van de gemeenschap of de beweging die wij bijstaan, kan het hen helpen om naar de rechter te stappen of een ander juridisch middel in te zetten? En als dat zo is, op welke manier zou je zo'n procedure dan kunnen inrichten? Wie zou dan de eiser moeten zijn? Kun je denken aan een individu? Is het misschien een groep burgers die op verschillende manieren geraakt worden door dezelfde wet? Of is het eigenlijk strategischer om een belangenorganisatie naar voren te schuiven die voor de belangen van heel veel mensen kan opkomen?
Daarbij is het voor ons wel belangrijk dus dat de gemeenschap en de beweging echt centraal staan in die procedure. En dat een procedure ook daadwerkelijk hun campagne of hun doel dient. En dat het niet, dus we procederen niet zomaar om het procederen. We doen het echt samen. Dus we procederen niet zomaar voor een gemeenschap, maar echt met hen. Ja, misschien een illustratie, de meest recente gemeenschap die jij of jouw kantoor heeft bijgestaan, zijn woonwagenkampbewoners in Den Haag. Ja, dus heel kort samengevat heeft Nederland heel lang een uitsterfbeleid gehanteerd voor woonwagenkampen. Wat betekende dat ze of actief standplaatsen verwijderden, of op het moment dat er iemand overleed mocht er niemand meer gaan wonen. En het idee daarachter was dat ze woonwagenbewoners en hun manier van leven wilden normaliseren. Dus ze mochten eigenlijk niet meer volgens hun eigen cultuur leven. Terwijl als je kijkt naar de mensenrechten, hebben ze daar wel recht op. Om volgens hun culturele identiteit en in familieverband samen te leven. Daar heeft dus Nederland jarenlang actief inbreuk op gemaakt door die standplaatsen te verwijderen. In 2018 heeft de overheid gezegd, dit willen we niet meer, we willen het nu goed gaan doen. Dus gemeente zet alles op alles om meer standplaatsen te gaan bouwen. Maar we zien dat er eigenlijk nog maar heel weinig standplaatsen zijn bijgekomen. En dat de meeste gemeenten dat dus ook niet willen, moeilijk vinden om verschillende redenen. En in Den Haag waren woonwagenbewoners naar het College voor de Rechten van de Mens geweest. Dat is het instituut dat oordeelt over discriminatiezaken. En toen heeft dat college gezegd, dit is discriminatie op grond van ras. Dat jullie niet op dezelfde manier of eigenlijk binnen dezelfde tijd als andere burgers een woning kunnen krijgen die past bij jullie cultuur. Den Haag wilde daarna nog steeds niet standplaatsen bijbouwen. En toen hebben we samen met hen een procedure gestart tegen de gemeente. En ik denk wat daar vooral aan interessant is om te noemen, we hebben hem ook gewonnen. Den Haag moet nu aan de bak, zegt ook de civiele rechter. Ze krijgen 5 jaar en dan moet de wachttijd voor deze groep mensen echt flink ingekort zijn tot hetzelfde niveau als voor niet-woonwagenbewoners. Helaas is dat ook al heel erg lang, want we hebben ook een wooncrisis in Nederland. Maar goed, zij zitten daar echt ver boven. Dus het is een verbetering. Den Haag is niet in beroep gegaan. Dus ik denk dat dat ook laat zien dat zij zich ook achter deze uitspraak kunnen scharen. En de gemeenteraad heeft ook gezegd dat ze excuses willen gaan maken aan de woonwagenbewoners in Den Haag. Dus ik weet helemaal niet meer helemaal waarom ik begon met wat jouw vraag ook weer was. Maar ik vind dit een mooi voorbeeld van dat dus de rechter en de wetgever niet altijd tegenover elkaar staan in een soort van boksring. Maar dat de regering en het parlement of dus ook de gemeentebestuur soms ook heel blij zijn met een uitspraak van de rechter. Omdat dat een stok achter de deur is om beleid op een bepaalde manier te kunnen veranderen. En het is een mooie illustratie van dat jullie niet procederen om het procederen. Ja, ook dat. Dus dit doel is bereikt. André? Ja. Wat Merel zegt is eigenlijk, burgers procederen vaker met het wapen van bepaalde rechten in de hand. En wij helpen ze daarbij. En dat is de, ik noem het maar even de vraagkant. Hè. Dus wordt er nou meer aan de rechter gevraagd door burgers? Ja, denk ik. Maar er is ook nog, ik noem dat maar even dan de aanbodkant. En dat is het type regelgeving dat we hebben. Ik ga niet zeggen dat ik hier het eindantwoord op heb. Dat weet ik niet, want ik zie verschillende ontwikkelingen in de manier waarop de wetgever wetgeving maakt. Eentje daarvan is dat de wetgever lossere wetten maakt, meer kaderwetten, waarin niet precies staat omschreven wanneer mensen recht hebben op bepaalde dingen. Dat wil zeggen dat de overheid die die wetten uitvoert meer macht, zeg ik dan maar even, heeft om zelf keuzes daarin te maken. En het kan wel eens zijn dat eerder conflicten oproept, die dus vaker door de rechter moeten worden beslist. Een hele makkelijke optelsom om gewoon abstractere wetten, ene speler in de trio's, daarna de uitvoering, meer macht en daarna logisch komt men vaker bij de rechter uit. Als ik hier al was, dan was het lekker eenduidig plaatje, maar we zien gek genoeg ook weer andere dingen. Wat er ook weer kan gebeuren is, de rechter maakt weer een kaderwet.
De uitvoerende instantie maakt nadere regels. Die legt juist op de millimeter vast waar je precies aan moet voldoen. Burger voelt zich machteloos tegen die millimeterregels en brengt juist fundamentele rechten in. Want dat is het enige breekijzer dat zij nog heeft om op te komen tegen dat besluit. Dus wat ik wil laten zien is, naast die vraagkant die Merel terecht benoemt, burgers stappen sneller naar de rechter omdat ze gewoon weer, ja, erkenning van hun rechter hebben, willen hebben, zie je ook dat de manier van regelgeven maakt dat er vaker naar de rechter wordt gestapt. Daarmee wordt het ook wel ironisch dat de kritiek van de politiek juist is dat die rechter activistischer wordt. Terwijl ik denk, ja, het zou kunnen zijn dat als jullie anders werken aan regelgeving, bedoel, daar gaan zij over, hè? Daar ga ik nou net niet over. Maar als ze anders werken aan regelgeving, kan het wel eens zijn dat dat leidt tot een andere manier waarop burgers nog naar de rechter stappen. Jij wil reageren. Ik wou zeggen, er is een recent rapport van de Raad voor de Leefomgeving over alle milieurechtszaken. En zij concluderen daar ook dat als de wetgever, de regering en het parlement beter hun werk zouden doen, dat er dan niet zo heel veel rechtszaken nodig zouden zijn. Omdat de rechter er, die is ook echt het sluitstuk natuurlijk van zo'n democratische rechtsstaat, die is er om die andere twee te controleren. Dat zij het goed doen, hè, dat ze zich aan de regelgeving zelf ook houden. Dat als ze fouten maken, of dat nou bewust is of onbewust, dat het gecorrigeerd wordt. En als ze dus ook onder die fundamentele ondergrens burgers duwen. En die fundamentele ondergrens die vertaalt zich eigenlijk in mensenrechten, wat echt niet kan. Dan moet de rechter er zijn om die burgers daartegen te beschermen. Mag ik nog één klein, toch een beetje sceptisch puntje erin gooien dan? Ja. Ook een beetje over strategisch procederen en ook die agendazaak. Ja. Want zeg maar, het klinkt nu allemaal heel mooi, hè? Dus als je het ergens niet mee eens bent, ga je naar de rechter en de rechter die zet het dan allemaal recht. Maar die heeft natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid mogelijkheden. En een van de kritiekpunten bijvoorbeeld op die zaak Urgenda is dat tegen de regering werd gezegd van nou, hè, jullie moeten voor een bepaalde datum die 25% reductie voor elkaar krijgen. En nou ja, we hadden het geluk, zeg maar, dat het coronacrisis was. En daardoor stoten we met z'n allen veel minder uit. En je gooit twee kolencentrales dicht. En dan heb je die grens bereikt. Hebben we het klimaatveranderingsprobleem daarmee opgelost? Nee. Hebben we de wetgever ertoe aangezet om een beetje tempo te maken met dat klimaatbeleid? Niet merkbaar. Dus het is wel een instrument om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, maar zeg maar, als het gaat om het bepalen van je strategie, lijkt mij heel lastig. Want je moet wel kijken van ja, wat krijg je nou eigenlijk voor elkaar? Ja. En dan wil ik nog één categorie even noemen, want het gaat nu over, ik noem dat even zo, dat zijn niet jullie woorden, maar slechte wetgeving of wetgeving die heel breed of abstract is. Maar er zijn natuurlijk ook in de geschiedenis, jij noemde abortus in de Verenigde Staten, maar ik denk euthanasie bijvoorbeeld in Nederland, waarbij een CDA-ChristenUnie-regering gewoon ook zegt, wij gaan hier geen wetgeving over maken. Dus dat is misschien weer een andere categorie die even goed is om hier te benoemen, dat het ook soms een bewuste keuze van de wetgever is, van de politieke partijen die dan in de coalitie zitten van, wij gaan hier ons niet over uitspreken, en dat dan alsnog via een rechtszaak bij de hoogste rechter komt die zich er wel over uitlaat. En dat is tegelijkertijd ook een van de moeilijkste categorieën. Dus ik kan ook niet zeggen dat ik daar 3 van per jaar heb. Hè? Dat zijn natuurlijk eens in de 20 jaar zaken, zeg maar, die je hebt. Maar wel een hele moeilijke categorie. Want aansluitend bij wat Janneke veel eerder zei, wat je ook kiest als rechter, is dan politiek. Want het land komt er niet uit. Er is geen meerderheid te vinden voor het ene standpunt, geen meerderheid te vinden voor het andere standpunt. Van oudsher staat er nog wel in als verbod bij euthanasie. En je moet er als rechter over oordelen. En als je dan zegt, euthanasie is onder die en die omstandigheden toelaatbaar, ja, dan zal zeker, dan zullen zeker bepaalde politici zeggen, ja, jij bedrijft politiek, beste rechter. Maar ik claim toch ook dat als die rechter zegt, nee, ik ga hier niet in mee, uw claim op euthanasie ga ik niet honoreren.
hoezeer u ook lijdt, wat er ook met u is gebeurd, ik ga die niet honoreren. Ook dat is uiteindelijk een politieke keuze. Althans, het bevestigen van de toevallige politieke toestand die er dan is. Deze beslissing zal de rechter ook altijd hoofdpijn opleveren. Een slapeloze nachten wellicht. Ja. Ik wil even naar het tegenovergestelde. Want we hebben het hier nu over rechters die inderdaad door voor zwart of wit te kiezen politieke keuzes maken. Maar deze titel luidt: rechters grijpen de macht. Nou, in de toeslagenaffaire zeker niet. Dat is eigenlijk een tegenovergesteld geluid. Na de toeslagenaffaire hebben het zijn jouw collega's, André, de hoogste bestuursrechter in Nederland, die van de Raad van State, die hebben grondig zelfonderzoek gedaan en ook hand in eigen boezem gestoken. En een van de dingen die ze aangaven was dat zij eigenlijk de letter van de wet te slaafs hebben gevolgd. Dat eigenlijk van vrije interpretatie van de wet amper sprake was. En ik dacht, kun jij ons daar kort toelichting op geven? Of kun jij eens kort uitleggen hoe dat nou heeft kunnen gebeuren? Want hier hoor je dus weer het tegenovergestelde geluid. Waren die rechters maar wat activistischer geweest? Hadden ze maar wat eerder aan de bel getrokken? En deze bijeenkomst duurt tot 11:30 vanavond. Ja, sorry. Kort, ik zei kort. Nou, er zitten een paar dingen bij. Eerst vind ik belangrijk om op te merken. Je zei, jouw collega's hebben daaraan gewerkt, aan die reflectie. Nee, de laatste bespreking, was die ik hierover had, was vanmorgen. Dus die reflectie bij de Raad van State en ook bij de rechtbanken is een continu proces waar we nooit klaar mee zijn. En natuurlijk is het wel op een gegeven moment dat we meer het gevoel hebben van, nou, nu hoeven we daar niet zoveel aandacht aan te besteden. Maar vanmorgen had ik bijvoorbeeld in het vreemdelingenrecht hier een bespreking over. Daar kan ik voor de rest niks inhoudelijks over zeggen, maar dit is wel een doorgaand proces. Wat is er helemaal in de basis aan de hand? Er is een bepaalde regel op wettelijk niveau door de wetgever. Die laat in ieder geval nog ruimte. Er is weer een lagere regelgeving, die regelt het behoorlijk dicht. De intentie van die regel is eigenlijk aan de strenge kant. En wat je dan ziet, en zo hebben we het ook bij de Raad van State in het reflectierapport geschreven. Dus daar zeg ik ook helemaal niet heel iets spannends. Maar wat je dan eigenlijk ziet, is dat voordat je kan zien wat de ellende is, hoe ellendig het uitpakt. Ook omdat je bij de hoogste rechter eigenlijk maar heel weinig zaken krijgt ten opzichte van alle rechtbanken bij elkaar. Wij kregen op een gegeven moment minder dan 100 zaken. Maar als je dan nog niet ziet hoe ellendig het uitpakt, dat je lange tijd wel meegaat met, ja, het is ook streng bedoeld. Het is ook gek dat als je geen recht hebt op een bedrag, dat je dan vervolgens heel soepel zou zijn bij terugvordering. Wat je me hier ook hoort zeggen is dat je als rechter niet zozeer de wetgever een soort bonus of een soort jokerkaart wil geven, maar dat je wel, ja, je werkt in een bepaald systeem van hoe wordt dat geld verdeeld, hoe komt dat bij mensen terecht, wanneer is het goed gegaan. Dus als je daar alleen maar denkt, het systeem zal wel niet deugen, ik ga het systeem onderuit krijgen, ja, dat werkt niet. Dus wat er is gebeurd is, de strenge uitleg die paste eigenlijk bij, ik denk met het systeem meedenken. En pas verderop, toen er onder andere rapporten kwamen van de ombudsman, zijn wij omgegaan, dus in oktober 2019. Ik zeg het er altijd wel even bij, want niet uit borstklopperij, maar ver voor het rapport van 14 maanden later over de toeslagaffaire hebben wij zelf gekozen, nee, dit is toch te streng geweest. Eigenlijk doordat jullie een spiegel werd voorgehouden door bijvoorbeeld zo'n rapport van de ombudsman. Ja. Ja. Ja, dat is zeker een antwoord. En we gaan zo meteen, is ook nog alle ruimte om om vragen te stellen. Maar dat is dus wel, ik vond het belangrijk om dat ook te laten zien, omdat er vaak wordt gezegd dat rechters te activistisch zijn of te veel ruimte nemen. Maar hier
hebben ze dus eigenlijk lange tijd, misschien langer dan voor bepaalde burgers goed was, de strenge wetgeving gevolgd. Ja, dat denk ik wel. En daar spelen meer dingen. Ja. Fraude die in het nieuws was, waardoor je een bepaald frame neergezet krijgt. Maar als ik het in de basis probeer te zeggen, dan is het verhaal wat ik net hield. Ja. Voordat we naar de vraag gaan, wil ik nog heel veel vooruitkijken naar een ander plan van het huidige kabinet. En dat is tegen de staat procederen uit naam van het algemeen belang. Dat moet moeilijker worden, vindt rechts. Sinds Urgenda, we hadden het er net al even over, heerste dus aan de rechterkant van het politieke spectrum nogal onvrede over dat belangenorganisaties die jij en jouw kantoor vaak bijstaan, Merel, naar de rechter stappen, want dat ondergraaft de positie van de politiek. Het parlement moet de regering controleren en niet stichtingen, ideële stichtingen. Dat vindt een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. En in het huidige hoofdlijnenakkoord heeft de regering beloofd om te onderzoeken of er nadere vereisten kunnen worden gesteld aan dit alles. Nou, dan ga ik natuurlijk eerst naar jou, Merel. Wat denk je als je dit hoort of leest of in het hoofdlijnenakkoord hebt gezien? Ja. Dus de kritiek is eigenlijk dat zo'n algemeen belangenactie, die politieke discussie, dan zeggen ze, die belangenorganisaties die proberen eigenlijk hun eigen agenda door te drukken op ondemocratische wijze bij de rechter. Maar dat miskent hoe de rechtsstaat werkt, de functie van de rechter als controlerende macht ook ten opzichte van de regering en het parlement, die bewust slechte wetten kunnen maken of slecht beleid, maar ook wat ook fout kan gaan. En ik denk wat ook wel heel belangrijk is, die algemeen belangacties, die vormen daarmee dus, wat ik net zei, het sluitstuk van de rechtsstaat en die beschermen die fundamentele ondergrens voor burgers, helemaal voor burgers in kwetsbare minderheidsposities, die dus zelf niet de middelen of de expertise hebben om een rechtszaak te starten. Vaak hebben we in onze samenleving grotere problemen die heel veel mensen op een gelijke manier raken. En juist in die gevallen is het heel belangrijk dat er organisaties zijn die voor deze mensen kunnen opkomen bij de rechter. Dus onderdeel van de rechtsstaat is ook dat iedereen toegang heeft tot de rechter en dat we dat ook dus op een meer algemeen niveau kunnen doen. Ik denk dat kritiek op die algemeen belangacties dus ook miskent dat het niet gaat om een soort van probleem op de politieke agenda zetten waarvoor een democratische meerderheid moet zijn. Maar het gaat echt over de handhaving en de naleving van wetten en regels waar het parlement en de regering zelf mee in hebben gestemd en zelf zich aan hebben gecommitteerd. Dan kom je weer een beetje op de afspraak is afspraak en je moet je ook aan die afspraak houden als je eraan committeert. Ja, en dan nog een paar andere dingetjes. Het is ook heel efficiënt en effectief om namens een groep burgers zo'n collectieve actie te voeren. Het is niet altijd alleen tegen de staat, het kan ook tegen bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de DES-dochters die samen hebben geprocedeerd over desmedicijnen die hun moeders kregen, waardoor zij onvruchtbaar zijn. Dus er zijn heel veel verschillende soorten procedures, helemaal niet alleen maar van hele linksige groepen, waar je aan kunt denken bij zo'n algemeen belangactie. En ik vind het wel problematisch dat ze daar nu aan willen gaan tornen en dus eigenlijk ook het maatschappelijk middenveld in toom willen houden meer. Janneke? Ja, ik vind dit altijd een heel lastige kwestie. Misschien is het goed om erbij te zeggen, ik ben ook een hele tijd raadsheer plaatsvervanger geweest in het gerechtshof Den Haag. Dus ik heb als rechter heel veel van deze zaken moeten beoordelen. En het is ongelooflijk moeilijk om dat als rechter te doen. Daar lig je inderdaad echt van wakker 's nachts. Want het gaat, zeg maar, wat ik het probleem vind van de procedure bij de rechter is dat hij daar eigenlijk niet helemaal goed is ingericht op wat vaak hele wezenlijke politieke debatten zijn. En als je dat in een wettelijke procedure of gewoon in de normale wetsprocedure doet, ja, dan heb je consultatierondes en je hebt allemaal ambtenaren die uitgebreid de tijd hebben om alles voor te bereiden. Heel veel mensen denken eigenlijk mee. Heel veel, en daar zit jij dan als rechter met twee andere rechters en je hebt twee partijen voor je en je hebt een enorm dossier van een paar verhuisdozen, zeg maar.
En dan moet je op juridische gronden beslissen over iets dat maatschappelijk ongelooflijk complex en ingewikkeld is. En dat is een beetje mijn aarzeling bij dit type procedures. En ik bedoel, soms kan het heel handig zijn, hè, want je bundelt inderdaad belangen. En ik bedoel, slachtoffers van iets dat heel veel mensen raakt, dat kan efficiënter zijn als je dat op deze manier doet. Maar het is, zeg maar, je maakt het ook wel heel makkelijk om voor politici om die kritiek te hebben op rechters. Omdat rechters gewoon geconfronteerd worden met zo'n zaak en er inderdaad een oordeel over moeten geven. En is het makkelijker om naar hen te wijzen? Ja, en dat zeg maar deze procedure waarbij je dat eigenlijk relatief makkelijk maakt voor collectief belangacties, maakt het voor de rechter soms wel heel erg moeilijk om zijn vingers ervan af te houden. Dat kan die eigenlijk bijna niet. Jij wil ook nog reageren, denk ik? Ja, ik weet het ook niet helemaal wat je hiermee zou moeten willen. Precies om de reden die jij zegt, dat je als rechter toch in een moeilijk parket komt, dat een op zich kleine club voor een groot belang opkomt, dat je moeilijk kunt overzien. Maar wat ik er wel bij heb, je kunt naar democratie natuurlijk altijd kijken als de meerderheid beslist. En je kunt er naar kijken als de meerderheid mag de beslissing nemen met inachtneming van wat de minderheid vindt. Laten we die eens even in gedachten nemen. Hè? Of je gewoon zegt de sterkste wint. Of dat je zegt we moeten het samen doen. En uiteindelijk mag je toch zeggen dat het die keuze wordt. Als je daarvan uitgaat, dan moeten we ons denk ik wel realiseren dat alle emancipatiebewegingen, nou in de wereld weet ik niet, maar in Nederland in ieder geval wel, behalve de vrouwenemancipatie, zijn het naar boven werken, het claimen van rechten van een minderheid ten opzichte van een machtige meerderheid. Dus op het moment dat je zegt dat een club die opkomt voor een bepaald belang een soort, power heeft in aantallen mensen. Nou, dat is misschien best wel moeilijk als je bedenkt dat emancipatie altijd de roep is van een minderheid die iets wil bereiken. Mag ik nog reageren? Zeker. Ik denk dat het nog goed is om te noemen hier dat de rechter over het algemeen niet zegt wat de overheid vervolgens moet gaan doen. Dus de rechter die stelt eigenlijk meestal vast, er is een schending van dit en dit recht. Dat kan niet. Het kan zijn dat een partij heeft gevraagd aan de rechter om een bevel te geven aan de andere partij. Dat kan de rechter ook uitspreken. Maar vervolgens moet, als het bijvoorbeeld de staat is, die moeten wel zelf weer aan de slag. Hoe gaan wij uitvoering geven aan deze uitspraak? Ik denk dat je daar die democratische belangen weer heel goed kan waarborgen. Dus ik denk, het gaat echt om die controlerende functie. Ik zie wel wat jullie bedoelen natuurlijk. Je ziet ook op Europees niveau steeds meer ontwikkelingen waarbij ze ook juist die collectieve acties steeds meer ruimte willen geven. Ook bijvoorbeeld voor consumentenbelangen. En als je ook bijvoorbeeld nadenkt over milieubelangen, er is niet één iemand die daarvoor kan opkomen. Ja. Maar juist de overheid doet dat ook heel vaak niet goed genoeg. En dat is dat rapport wat ik net aanhaalde. Als de wetgevende macht en de uitvoerende macht zich beter aan de wetten zouden houden, dan zouden er ook geen rechtszaken over hoeven worden gevoerd. Hele mooie toevoeging. Ik ga naar jullie toe. Ik had er ook nog eentje, maar die hou ik even achter de hand. Mocht het stilvallen, maar daar ben ik niet bang voor. Als je een vraag hebt, steek je hand op. En als jullie thuis een vraag hebben, stel hem in de chat. Of misschien hebben jullie dat al gedaan. Dan komen die via mijn collega Pien bij me. Ik zag hier als eerste. Dank u wel. En mijn naam is Ton Jansen. Voor de vraag, even de kwart is waar wat ik nu ga zeggen. Ik ben een boerenzoon. Mijn vader heeft in de 50er, 60er jaren zijn boerderij uit Arnhem verhuisd naar Emmeloord met veel overheidsgeld. Ik heb het bedrijf overgenomen, is niet waar trouwens, maar. Sinds 2018 word ik al geplaagd met mestkosten en CO2 en stikstof en god weet wat. Ik kijk niet naar Boer Zoekt Vrouw, ik luister wel naar BNR. Ik hoor gisteren ineens wordt er een streep gezet door onze hele natuurplannen. En wat is nu terecht? Waar kunt u terecht? Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Maar waar kan ik terecht? Kijken we even naar Merel. Of die nog zin heeft in een rechtszaak. Wat wilt u hier tegen doen? Sorry? Wilt u hiermee of tegen Ik heb genoeg kosten gemaakt. En nu lijkt het ineens allemaal niet door te gaan.
Het is eigenlijk dat de streep door de natuurplannen gaat en u als burger, en dat kunnen we misschien beter trekken, waar kan je als burger terecht op een moment dat je eigenlijk al schade, kosten hebt gemaakt? Ik kan me goed voorstellen dat het inderdaad ook een hele vervelende situatie is. En dat is ook zeker iets waar je met een advocaat naar kunt kijken. Op welke manier daar de overheid misschien aansprakelijk voor kan worden gehouden. Ja. Ja, maar als u daarin, het is nog een verschil of u zeg maar met een soort van belangenbehartigingsorganisatie daarover zou willen gaan procederen. Of dat u zelf schade heeft geleden daardoor. Kunt zeggen van staat, u bent verantwoordelijk voor het toebrengen van schade aan mijn bedrijfsvoering. En dan kan je daar zelf over procederen. Dus dat hangt helemaal van de situatie af. En bovendien moeten we nog maar even kijken hoe dat gaat met dat beleid, zeg maar. Mijn naam is Cor Heemskerk. Ik heb een vraag over het constitutioneel hof. Geeft het voorbeeld de Verenigde Staten. Dat lijkt mij dat politiek, met name door Trump, behoorlijk gemanipuleerd is. We kennen ook in Duitsland een constitutioneel hof. Dat heeft op een gegeven moment ook een besluit genomen over de begroting. Die de Duitse overheid vastgesteld had. Mijn vraag is, hoe komt dat hof tot stand? Is dat politiek ingericht? Of gebeurt dat op dezelfde manier als nu rechters benoemd gaan worden? Wat is die idee daarachter? Dus eigenlijk het idee van Pieter Omtzigt. Ik weet niet of een van jullie daar antwoord op kan geven, maar... Pieter Omtzigt zelf heeft daar nog geen vastomlijnde ideeën over naar voren gebracht. Zijn idee is wel gebaseerd op een voorstel dat een staatscommissie een parlementair stelsel heeft gedaan. Hoe zou ik het inrichten? Ja, wat je vooral dus heel erg moet voorkomen is dat dat de politiek iets te zeggen krijgt over welke rechters daar in komen te zitten. En dat is wat in de Verenigde Staten natuurlijk heel erg grote rol speelt. Hè? De president is daar al heel erg gekleurd. En vervolgens krijg je die hoorzittingen in de Senaat, die ook heel erg politiek sterk gekleurd zijn. In Duitsland werkt dat een stuk rustiger, zou je kunnen zeggen. In die zin dat het eigenlijk gewoon op dezelfde manier gaat als alle andere rechtersbenoemingen. En in Nederland ook. Ik denk niet dat u heel veel rechters zult kunnen noemen bij naam. Dat u enig idee heeft van wat voor politieke kleur die mensen hebben, wat voor ideologische opvatting een bepaalde rechter heeft. En dat is hoe je ook zo'n constitutioneel hof dan natuurlijk zou moeten inrichten. Wat een beetje lastiger is, is dat de meeste rechterlijke instanties die we in Nederland hebben, en bijvoorbeeld ook het Duitse constitutionele hof, dat zijn nog vrij grote rechterlijke instanties, waarbij ook verschillende rechters steeds bij elkaar zitten. De Verenigde Staten is veel kleiner, dat zijn er maar 9. Die daar zitten. En volgens mij is het idee dat waar Pieter Omtzigt nu mee speelt, is met een nog kleiner hof te spelen, waardoor je misschien maar 5 mensen hebt. En dan is het wel weer moeilijk, denk ik, om te voorkomen dat u allemaal precies weet wie die 5 rechters zijn en wat ze gisteren gegeten hebben en waar ze gestudeerd hebben, et cetera. Hi, ik ben dus ik zou het in ieder geval groter maken, zeg maar. Oké. Okay. Ik kom zo bij u terug. We gaan even naar de vraag hier. Mijn vraag was eigenlijk ook vanwege het voorbeeld van de euthanasiewet bijvoorbeeld. Of de wettelijke macht in Nederland een mogelijkheid heeft om een zaak in feite terug te spelen naar de politiek. Om wezenlijk te zeggen, op basis van de wetten die nu te boek staan, kan ik hier niet over oordelen. Of de wetten die nu te boek staan zijn een x-aantal decennia oud en misschien niet meer up-to-date met de laatste wetenschappelijke kennis. En de politiek moet hier een beslissing over gaan nemen. En ik maak misschien geen oordeel of misschien een voorlopig oordeel. Zou dat niet een hoop van dit soort vraagstukken op kunnen lossen? Mooie vraag. Is de vraag voor jou of voor mij? Mag je niet? Ja. Nou, je mogen ook samen antwoorden, ja zeker. Wie jij een voorzet. Ja, ik vind het een prachtige vraag. Officieel kan het niet. Kun je niet recht weigeren om recht te doen in Nederland. Hè? Als je een zaak voor je neus krijgt als rechter, dan moet je daar gewoon een uitspraak over doen. Er zijn wel trucjes, zeg maar, die je kunt toepassen. Je kunt soms zeggen van wij hebben geen bevoegdheid om over deze zaak te oordelen. En dat baseer je dan eigenlijk op iets anders. Hè? Dan hoef je niet over de eigenlijke zaak, zeg maar, te oordelen. Wat soms ook nog wel gebeurt, is dat een rechter zegt van
op dit punt heeft u waarschijnlijk wel gelijk. Inderdaad, die wet is in strijd met de grondwet of met een internationaal verdrag. Maar wij kunnen als rechter niet beslissen hoe die strijd moet worden opgelost. En dat laten we over aan de wetgever. En dan kan die wetgever nog allerlei keuzes maken daarin. En dat is ook wel een beetje wat je bijvoorbeeld ziet in zo'n Urgenda-zaak, waarbij de Hoge Raad wel zei van nou ja, zeg maar wat er nu gebeurt is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar hoe je dat doel van reductie van CO2-uitstoot wil bereiken, daar gaan wij niet over als rechter. Dat is een politieke beslissing, dat moet de politiek vervolgens ook zelf gaan besluiten. Dus via dat soort weggetjes kun je er een beetje omheen. Maar je hebt in sommige andere systemen, bijvoorbeeld ook weer in de Verenigde Staten, heb je zoiets dat heet de political question doctrine. Dus als iets een te politiek gevoelige vraag is, dan kun je dus inderdaad je handen daarvan aftrekken als rechter. Maar rechters vinden dat ook niet zo heel makkelijk om uit te leggen wanneer iets nou een politieke vraag is of niet. Dus dat levert wel andere problemen op, zeg maar. André? Ja, het terugleggen, dat ja, niet in formele zin, dus het is niet dat dan de politiek er iets mee moet. Maar, en dat is in lijn met wat Janneke zegt, soms kan je als rechter wel opschrijven, ja, de vraag die u wilt beantwoord hebben, die gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten. Dan zeg je duidelijk, dat is niet aan mij, maar aan de politiek. En ja, hier kan ik nou even helaas geen concreet voorbeeld van geven, gewoon omdat ik het even vergeten ben. Maar ik weet wel dat er ook situaties zijn waarin een rechter dat een aantal jaren, of een rechterclub dus, dat een aantal jaren had gezegd. En toen op een gegeven moment zei van ja, maar nou heeft de politiek het nog steeds niet opgelost, nou ga ik het doen. Dus je hebt daar wel middelen van dialoog voor. We hebben ook wel in het al genoemde reflectieprogramma voor die kinderopvangtoeslagaffaire, hebben we ook gezegd, wij gaan dit vaker doen. In plaats van binnen zo'n club rechters zitten te denken van oh, wat verschrikkelijk dat we met deze regelgeving moeten werken, dat kan zo niet langer, vaker feedback geven. En dat doen we ook, dat houden we ook voor onszelf bij. Ik weet niet waar de teller nu op staat, maar elk jaar zijn er inmiddels wel zo'n, voor de club waar ik werk, Raad van State, en dan elk jaar wel zo'n 10 of 15 dingen waarvan je zegt, beste wetgever, hier moet je naar kijken. Dit klopt nog niet, dit is te streng. Kun je ook toelichten hoe jullie dat doen? Is dat altijd via de uitspraak? Ja, zoveel mogelijk transparant. Wat je niet wilt, is een situatie waarin je als rechter, excellentie, een briefje aan de minister gaat zitten schrijven. Hè? Dus dat gaat via de uitspraak. Heel soms via het persbericht erbij. Maar idealiter eigenlijk in de uitspraak. Een van de laatste overwegingen is dan, nou, dit kunnen wij niet oplossen, dat ligt bij de wetgever. En is dat wel een actuele trend dat rechters, niet alleen de bestuursrechter, maar alle soorten rechters eigenlijk meer in de uitspraak zo'n boodschap aan de wetgever geven? Of is dat al van alle jaren? Ik heb de neiging om ja te zeggen, maar dat is zo, ja, dat is wel een persoonlijke ervaring. Want het, ja, soms is het toch een beetje, het is niet dat je dit aan de lopende band ziet. Dus als ik in mijn eigen herinnering probeer terug te graven hoe vaak ik dat, laten we zeggen, 10 jaar geleden zag en hoe vaak ik het nu zie, denk ik, ik zie het nu vaker. Ja. Mijn vraag is, wat vinden jullie, of jullie alle drie of één van jullie, van die uitspraak van, die rechters in Nederland, die zijn veel te weinig divers, zijn bijna allemaal een beetje D66-achtig, weinig gekleurde rechters. Vrouwen zijn er intussen natuurlijk wel wat meer. Maar ook dus dat het eigenlijk niet klopt. En doen jullie daar ook iets mee? Of zijn jullie het daar niet mee eens? Onvoldoende representatief zijn. Nou. Ja, weet je. Ja, ik vind het wel een probleem. Ik vind eigenlijk dat de rechterlijke macht heel representatief voor Nederland zou moeten zijn. Er zit wel nog, de vraag is of dat altijd ook weer effect heeft op de manier waarop ze recht spreken, hè, vervolgens. Dus, en dat geldt ook voor die politieke kleur. Het zou er eigenlijk natuurlijk helemaal niet toe moeten doen. En we hebben ook allerlei dingen in het systeem ingebouwd, waardoor je dat minder belangrijk maakt eigenlijk, hè, wat iemand nou vindt van een bepaald onderwerp. Dus
Ik denk dat het, volgens mij is die diversiteit vooral ook belangrijk om zeg maar, mensen toe uit te stralen. Van, nou, hè, iedereen telt, zeg maar. En iedereen moet een plek kunnen hebben, ook in de rechtspraak. Iedereen moet helemaal mee kunnen doen in het systeem. Daarvoor vind ik het echt belangrijk. Maar niet omdat ik nou het gevoel heb dat mensen die tot welke minderheid dan ook behoren een andere mening zouden hebben of op een andere manier recht zouden spreken dan andere mensen dat zouden doen. Ik denk gewoon dat diversiteit überhaupt altijd belangrijk is om met elkaar tot goede besluiten te komen. Ik weet niet of jij daar iets op wilt toelichten. Ik heb namelijk ook een hele mooie illustratie van het antwoord van Janneke. Dus als ik even tussendoor mag. Ik wilde namelijk ook nog graag jullie mening daarover, omdat jullie zelf rechter zijn. Ik ga hem even voorlezen. Bij uitleg en toepassing van wettelijke regels behoort de rechter geen eigen agenda en geen eigen voorkeuren te hanteren. Dit is een fragment van de voormalig president van de Hoge Raad. Je kunt het vergelijken met een dirigent die een symfonie van Beethoven uitvoert. Die heeft zekere interpretatievrijheid. Als Beethoven Allegro erboven zet, is het een snel deel. De dirigent kan dan binnen een zekere bandbreedte iets sneller of langzamer uitkomen dan andere dirigenten. Maar het moet geen langzaam stuk worden. Het moet wel de muziek van Beethoven blijven. En bij de interpretatie van wetten moet de rechter als het ware in de huid van de wetgever kruipen. Hij moet zo goed mogelijk zien te begrijpen en aan te voelen wat de wetgever heeft beoogd. En hij moet recht spreken in de geest van de wet. Ik dacht, misschien is dat ook een illustratie van een diverse rechterlijke macht komt binnen die bandbreedte wel, mogen we hopen, altijd tot. En daar wilde ik eigenlijk ook, dus dan geef ik nu weer het woord aan jou. Ja. Dit is nog een veel mooier bruggetje, want ik wilde wijzen op een promotieonderzoek van Elke Oldhuis. Die is 28 juni van dit jaar gepromoveerd aan de UvA. En zij deed onderzoek naar persoonlijke opvattingen van rechters. En het mooie van haar onderzoek was dat ze niet op die, ik zeg maar even, die vette kluif afging van zijn alle rechters inderdaad D66-stemmers? Ja, echt, wat een flauw onderwerp. Maar zij ging af eigenlijk op de kleine opvattingen. Dus vind je iets van geweld op straat bijvoorbeeld, of vind je iets van burenoverlast? En natuurlijk vinden we daar allemaal iets van, hè? En wat zij laat zien is inderdaad, rechters hebben persoonlijke opvattingen. Ja, absoluut. Wat ze ook liet zien, maar dat is er nog niet. Dit proefschrift is klaar, maar het is nog niet helemaal tot de bodem uitgezocht. Wat ze had gedaan is dat ze twee teksten aan rechters voorlegde. En die ene tekst die was net iets getweaked, net een kleine verandering aangebracht. Waardoor je ineens zag dat de hoofdpersoon die daar een rol in speelde religieus was. Dus je had valbeschrijving dit, leidt tot zaak zus. En in een andere geval precies dezelfde tekst, maar met een toevoeging. Ik weet nu niet meer wat die was hoor, maar iets van om die in die tijd knielde hij neer op een kleedje en ging bidden. En die rechters pikten dat inderdaad op, bleek vervolgens. Dus die merkten dat daar iets aan de hand was. En het leidde niet tot andere oordelen. Kunnen we nou allemaal gaan slapen? Nee, zo is het niet. Dit was één onderzoek met een vrij geruststellende uitkomst. Rechters hebben kennelijk wel iets van mechanismes om hun persoonlijke opvattingen opzij te zetten. Maar ik denk wel dat het nog gunstig is om daar nog verder onderzoek naar te doen. En dat zal deze mevrouw Elke Oldhuis ook zeker de komende jaren nog blijven doen. Dus hou haar in de gaten. Ja, en andersom werkt het overigens ook zo, hè? Want er is ook heel veel onderzoek gedaan naar mensen die bijvoorbeeld hele uitgesproken opvattingen hebben over de hoogte van straffen die rechters opleggen. Hè, rechters zouden veel strenger moeten straffen. En als je die mensen nou een hele zaak voorlegt met alle feiten en alle nuances, en dan gaan ze over het algemeen veel milder oordelen. Omdat ze dan, zeg maar, ja, wordt hun mening niet meer alleen maar gevormd door hun politieke overtuiging, om het maar even politieke overtuiging te noemen, of persoonlijke overtuiging. Maar ook door al die feiten die in die zaak spelen, waarbij blijkt dat een zaak altijd veel ingewikkelder is dan je gewoon eventjes kunt roepen, zeg maar. Het is ook een heel bekend experiment, volgens mij van Willem Wagenaar, hè, voor de liefhebber. Merel, nou, ik wil ook jouw mening eigenlijk ook nog wel horen. Mening, je antwoord op de vraag. Ja, meer diversiteit is altijd beter. Daar ben ik het helemaal mee eens.
ik heb in mijn rechtszaken nog niet gemerkt of gezien dat de politieke voorkeur van een rechter daar heel duidelijk in naar voren kwam. Omdat de geest van de wet wordt uitgelegd, omdat er bij verdragen altijd ook... er zijn internationale comité's die uitleggen, wat is nou eigenlijk het recht op huisvesting? Wat betekent dat? Betekent dat dat iedereen een huis moet krijgen? Of betekent het dat als je dat je wel in ieder geval recht hebt om ergens te kunnen wonen? Dat soort instrumenten bepalen hoe het recht moet worden uitgelegd. En daar houden rechters zich, voor zover ik heb gezien, ze blijven binnen de grenzen van het recht. Pien, zijn er online vragen? Dan ga ik weer naar het publiek. Dankjewel. Ik had nog een vervolgvraag. U stelde net dat, noem mij eens, twee namen van rechters. Ik ken er in ieder geval één, Jacco Jansen, strafrechter in Rotterdam. En waarom noem ik die naam? Omdat het heel belangrijk is om uitleg te geven wat een rechtelijke uitspraak inhoudt. U zou niet alleen richting, en nou kijk ik naar anderen, richting politiek moeten kijken, maar ook richting samenleving. Dus ik hoor u net iets vertellen over de toeslagenaffaire. Daar bent u wel heel mager bezig. Ik had hem op een tijdlimiet gezet. Hè? We gaan hier niet tot 11:30 zitten. Oh, nou, een korte vraag. Ik vond dat te mager. Zou u dat niet wat beter richting samenleving kunnen uitleggen en wat meer het boetekleed kunnen aantrekken? Zodat uw positie ook wat meer in de democratie, in het democratisch bestel, gewoon wat beter gestalte krijgt. Is dat de vraag of wilt u graag ook nog wat meer uitleg hier ter plekke? Meer richting samenleving uitleggen. Zou u wat duidelijker kunnen zijn? Dus met betrekking tot een aantal juridische uitspraken. Want stopt het bij de uitspraak of is er ook nog leven na de uitspraak? Waren wij het afgelopen uur en 4 minuten een beetje begrijpelijk? Ging het tot nu toe goed vanavond met onze begrijpelijkheid? Ik vind het al een hele positieve bijdrage dat deze avond georganiseerd wordt. Ja. Dank. Hier gewoon aanwezig bent om toelichting te geven. Nou, u bent in ieder geval bij mijn favoriete onderwerpen. En dat is begrijpelijke taal in uitspraken. En nu weet Hilke zeker dat ze me moet gaan limiteren. We hebben de tijd, maar okay. Ik ga wel even rustig hier staan. Begrijpelijke taal in uitspraken. Samen met Jacco Jansen en Judge Joyce Lee in Den Bosch, behoor ik inderdaad tot rechters die hard aan het strijden is voor begrijpelijke taal in de rechtspraak. Even één ding, de namen van de rechters die nu genoemd worden, die kennen ook veel mensen, omdat die bijvoorbeeld podcasts ook hebben en absoluut actief zijn op wat voormalig Twitter nu X is. Dus ik, mocht je daar interesse in hebben, Judge Joyce, Jacco Jansen heeft een strafrecht podcast, geloof ik. En ik heb geen vaste podcast, ben wel jij zit in Studium Generale. Precies. Er zijn wel een paar podcasts met mij ook, maar dat doet er allemaal niet zo toe. Waar het nu om gaat is, vechten voor begrijpelijke taal, ook vanuit de gedachte. Het recht is van iedereen. Dus het idee dat je als juristen onder elkaar heel tevreden kunt zijn als je elkaar begrijpt, dat is denk ik echt niet meer van deze tijd. Dus zeker, die uitspraken moeten begrijpelijker. Ik ben nog wel kritisch over de bijlagen. Want daar leek u een beetje op te wijzen. Zou het dan kunnen dat je die uitspraak doet? In wat ik altijd noem het legalees, het juridisch taaltje. In het legalees. En dat je dan daar een soort bijsluiter bij doet met, hier leggen we het nu nog even in gewone mensentaal uit. Daar ben ik echt tegen. Ik vind eigenlijk, die uitspraak moet zelf al zo duidelijk mogelijk zijn. Mijn eigen ervaring is vervolgens ook, dat ook als je dat probeert, dat je nog zegt, hier stop ik. En soms is dat, wat u heeft aangevoerd, was ook een beetje mager. Sorry, maar ik ben klaar als ik daar met 3 zinnen op geantwoord heb. En soms was het, tuurlijk, alles, de hele gezonde kleutervraag, waarom, alles, al schrijf ik 20 zinnen op, dan kan je nog altijd waarom vragen. Dus ergens stopt die rechter met uitleggen. Dan kan je dus altijd nog zeggen, dat moet meer zijn. Maar ik denk,
beter uitleggen in meer begrijpelijke taal, dat is altijd wel mogelijk. Ondertussen zitten we ook gewoon met achterstanden. Dus er zijn ook andere collega's die zeggen, André, leuk dat jij de hele tijd pleit voor begrijpelijke taal, maar ik werk me altijd schompers. En dat is ook een reëel belang. Hè? Het is niet dat we zomaar bakken met juristen open kunnen trekken bij de rechtspraak. Nou, nu ben ik wel weer even door mijn preekje heen. Dan kijk ik of er nog meer vragen zijn of reacties. Ja. Ja, zoals bij die urgendazaak. Wat heeft de rechter nou voor sanctiemogelijkheid als de regering zich niet aan de uitspraak houdt? Behalve dan dat er morele druk wordt uitgeoefend. Zo van, als staat kun je niet een uitspraak van de rechter naast je neerleggen. Mooie vraag. Ja, dat is, zeg maar, daar is heel veel mooie literatuur over. Die gaat over de macht van de rechter, zeg maar. En binnen de drie staatsmachten is altijd het uitgangspunt van de rechter is de zwakste macht. Want hij kan zijn eigen uitspraken niet ten uitvoer leggen. Het enige wat hij kan doen is hopen dat de wetgever het oppikt of dat de uitvoerende macht ermee aan de slag gaat. En dat is inderdaad ook gewoon zo. Dus je bent als rechter helemaal afhankelijk van wat anderen bereid zijn om te doen. Dat is ook heel goed natuurlijk. Hè? Want zeg maar, we hadden het daar straks even over de vraag van wie heeft nou het laatste woord in een democratisch systeem. Het enige, als je echt een goed rechtsstatelijk systeem wil hebben, is het antwoord niemand. Er moet altijd voortdurend samenwerking zijn, een samenspel zijn tussen al die staatsmachten. En op het moment dat bijvoorbeeld een wetgever weigert om een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te leggen, moeten er natuurlijk wel weer andere mogelijkheden zijn. Dus wat in die Urgenda-zaak bijvoorbeeld aan de orde was, is dat als het nou de wetgever niet gelukt was of we hadden het niet willen doen, dan had Urgenda of een andere belangenbehartigingsorganisatie weer terug naar de rechter kunnen gaan en kunnen zeggen van de staat is tekortgeschoten in zijn verplichtingen. Kun je nu niet toch een dwangsom opleggen? Nou, dat kan dan, die moet de staat dan betalen. Nou, je ziet een beetje bij het COA in Ter Apel hoe dat soms gaat en dat ook niet altijd een probleem oplost, zeg maar. Dus het systeem is altijd imperfect. Maar in zekere zin zit in die imperfectie ook een zekere bescherming tegen machtsmisbruik, zeg maar, door een van die staatsmachten. Dus ze hebben niet veel macht, maar dat is misschien wel goed ook. En ik hoorde jou net zeggen, Janneke, dat daar boeken over geschreven zijn. Die liggen ook allemaal hier op de balie, achter deze balie als het ware, van de bibliotheek. Dus ik nodig iedereen ook uit, mocht je iets willen lezen, dan kan je dat meteen vanavond lenen. Nog meer vragen of reacties? Ja, ik kom naar je toe. Ja, dank u wel. Ik had ook nog een vraagje dan over de Urgenda-zaak. U duidt die volgens mij als een zaak waarin dus de rechter de overheid haar aan haar eigen verplichtingen houdt. En volgens mij is daar ook een hele concrete afspraak gemaakt van 25% had u het over. Dus dan denk ik, oké, dan snap ik dat en dan treedt de rechter niet in politiek vaarwater. Maar de staat is natuurlijk ook lid van het Europees Verdrag, heeft u het over gehad. Daar staan ook hele abstracte rechten in. Hè? De recht op leven en een staat die een positieve verplichting heeft om dat te beschermen. Dus als ik naar de rechter stap met het gaat slecht met het milieu, ik heb een recht op leven, wetgever moet dat beschermen, doet dat niet. En ik wil nu veestapel halveren of ik wil nu een kerncentrale bouwen. Nou, u zei al, zo concreet kan een rechter geen opdracht geven misschien. Maar mijn vraag is toch, in hoeverre vindt u, of in hoeverre kan de rechter de staat op basis van zulke hele abstracte rechten verplichten tot actie? En is dat dan niet toch zeker gewoon heel politiek? En waar houdt die interpretatieruimte op of waar zou die moeten liggen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat in Urgenda kon dat, omdat die vaag geformuleerde rechten, daar zat dus nog die hele batterij andere internationale verplichtingen waar Nederland zich aan gebonden heeft onder. En heel eerlijk gezegd denk ik dat als dat er niet geweest was, hè, dus als al die richtlijnen en verdragen en afspraken er niet waren, dat het wel heel moeilijk was geworden voor de Hoge Raad om diezelfde uitspraak nog te doen. Heel soms zie je het wel, hè, dus het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat er eigenlijk gaat over dat Europese grondrechtenverdrag. Legt nog wel eens verplichtingen op aan de staat die wat verder gaan dan dat en waar wat minder sterke basis voor is.
Maar je ziet dan eigenlijk toch altijd wel weer dat er... het is een soort van netwerk van regels en van ongeschreven beginselen en van normen dat we met z'n allen geaccepteerd hebben. En waar, het is ook een soort van bouwwerk. Hè? En elke keer wordt er een klein beetje aan vastgebouwd. Dus dat een rechter gewoon echt een soort van nieuwe verplichting of een nieuw recht uit de kast trekt en zegt van nou, hè, dit moet maar eens een keer gewoon gebeuren. Ik kan daar eigenlijk geen voorbeelden van geven. En soms zijn ze natuurlijk nog steeds wel controversieel, omdat de verplichting zelf dan inderdaad heel ver lijkt te gaan. Maar als je dan inderdaad de moeite doet om al die tientallen pagina's door te nemen, dan zie je van ja, maar ja, het is eigenlijk best toch wel te begrijpen dat de rechter nu net een klein stapje verder zet dan die in eerdere zaken heeft gedaan. Dus het komt bijna nooit echt uit de lucht vallen. En een zaak die jarenlang is voorbereid, hè, door Urgenda. Hè. Er is gewoon een team juristen jarenlang bezig geweest voordat ze die claim zo goed konden neerleggen. Ja. Iedereen is sprakeloos nu. Ja, daar nog een vraag. Dankjewel. In de jaren 70 had je het verdrag van Rome. En toen stond het klimaatbeleid heel hoog in het vaandel. Nu zijn we meer dan 50 jaar verder. Nu kent iedereen het woord agenda. Het gaat weer over klimaatbeleid. Naar mijn idee schuiven we alles af op de overheid en de rechters die mogen beslissen. En enkele actieve agenda-mensen en Extinction Rebellion-mensen. Maar ik lees ook in de krant dat er steeds meer gevlogen wordt. Dus dan denk ik van, hoe rijmt dat dan? Hebben wij een eigen verantwoordelijkheid? Of schuiven wij deze verantwoordelijkheid graag van ons af? Dank je wel. Kan je bijna alleen maar amen op zeggen. Nee, ik denk, volgens mij heb je gelijk, maar ja. Ja, zonde om hierop te reageren. Ja, ja. Ik stel 10 minuten stilte voor. Of, ja, ik weet het niet. Maar, prachtig, ja. Nou, daar hebben we tijd voor. Ja. Nou, wat die mevrouw vraagt. Het is, ik denk dat er misschien wel heel veel mensen zijn die hun eigen verantwoordelijkheid afschuiven door te zeggen van nou, mijn bijdrage is heel klein, dat moet de politiek oplossen. En als je dat maar goed genoeg voor jezelf inbeeldt, dat de politiek het moet oplossen, nou, dan voel je je vrij om zelf helemaal niets te doen. Dat geldt misschien voor heel veel mensen. Toch nog een reactie. Ja, en ik heb er uiteindelijk ook denk ik nog wel een reflectie op. Ik ga niet zeggen, natuurlijk ontsnappen mensen hun eigen verantwoordelijkheid, want dat is precies het mooie van wat u zei. Ja, mensen moeten zelf die verantwoordelijkheid nemen en dan wordt het pas wat. Maar ik dacht ineens aan een studie van Gabriel van der Brink, althans een hoofdstuk uit een boek over gezagsdragers, uit 2012 of zo is dat. Wat hij zegt is, ja, de mensen ervaren waarschijnlijk onze maatschappij als steeds moeilijker. En om allerlei redenen die hij noemt, gaat het ook gepaard met waar we de avond mee begonnen. Verminderd gezag van de overheid. Maar wat je ook snel doet als je de wereld complexer vindt worden en niet snapt hoe het in elkaar zit en hoe dit allemaal kan gebeuren. Dan is het geluid van die ene persoon die het heel krachtig kan zeggen. Die ene populistische politicus bijvoorbeeld is dan heel verleidelijk. Maar op een andere manier ook die ene minister die nu eens alles zal veranderen. En op een andere manier ook die rechter die nu alles bij elkaar kan toveren. Dus wat we volgens, als ik zijn analyse goed begrijp, zit daar ook bij de roep om één iemand die voor jou alles op kan lossen, dat die voortkomt uit, dit is niet meer een wereld die we nog begrijpen. En die analyse voelt wel goed, toch? Dus wel dat je denkt, ja, er zit wat in wat die Gabriel van der Brink zegt. Dus, nou ja, dat is nogmaals niet om af te doen aan de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar wel om begrip te tonen dat mensen behoefte hebben om te zeggen, jij moet het voor me oplossen, ik kan dit niet.
En het is ook allemaal zo ongelooflijk ingewikkeld geworden. Hè? Want ik bedoel, als je nou je eigen verantwoordelijkheid moet nemen, wat moet je nou precies doen? Want op het moment dat je zegt van nou, ik ga niet meer vliegen, dat is denk ik heel verstandig. Maar op het moment dat iedereen dat zegt en je haalt je hele economie daarmee onderuit, is dat weer niet goed voor de brede welvaart en voor de inkomenspositie van mensen. Dus ik denk dat we ook de hele tijd te maken hebben met een soort van interne conflictjes en ruzie over wat is nou het goede doen, zeg maar. Hoe moet ik me nou gedragen? En dan is het wel heel fijn op het moment dat je daar, zeg maar, die verantwoordelijkheid kunt doorschuiven naar het collectief, naar de overheid. Van nou, maken jullie nou maar die keuze. Zeggen jullie nou maar hoe ik dit moet oplossen. Maar goed, dan raken we ver van de rechter vandaan trouwens. Ja, we eindigen wat minder juridisch. Merel? Ik denk dat het heel lastig is om van die hele grote systemische problemen in de schoenen van het individu of de individuele consument te schuiven. Toen ik nog studeerde, heb ik stage gelopen bij Roger Cox. Dat is een van de advocaten die Urgenda-zaak heeft gevoerd. Toen mocht ik meeschrijven aan de mensenrechtenargumenten. En hij had een heel groot poster in zijn kantoor hangen van de Nederlandse overheid van lang geleden. En daar stond op: een beter milieu begint bij jezelf. En hij was heel stellig, hij zei nee, een beter milieu begint niet bij jezelf, het begint bij de overheid. Want je kan niet in je eentje het milieu schoonhouden. En je kan niet in je eentje tegen klimaatverandering wat doen. Ja. Nou, wederom. Heel weinig. En. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag, misschien is het niet zo van toepassing, maar ik heb altijd zitten denken, hoe kan het nou dat er in Nederland een partij is die geen leden heeft? Ik dacht altijd, volgens mij kan het ook niet in Duitsland. En ik weet zelfs niet of het in de Verenigde Staten kan, maar hoe hebben jullie als rechters, hoe kan dat? We hebben het over de democratie en iemand zit ergens en die is in zijn eentje gewoon de baas. En dat kan in dit land. Hoe is dat mogelijk geworden? Of hebben jullie daar iets over te zeggen? Soms twijfel ik wel eens, hè, of ik als rechter, als ik antwoord geef op een vraag, of ik dan een beetje te politiek me uit. Hier twijfel ik geen moment, hier ga ik zeker geen antwoord op geven, echt. Maar juridisch gezien, ja, het kan. Het is geen vereniging. Want wij werken met lijsten, zeg maar. Dus om in de Kamer te komen hoef je niet een politieke partij te hebben met een verenigingsstructuur achter je. Dus als je dat zou willen veranderen, dan moet je de wetgeving echt aanpassen. Dus het is echt anders dan in Duitsland en in de Verenigde Staten. Ja. Dus typisch Nederlands. Ja, het is een heel typisch Nederlands constructie. Interessant hoe dat ooit zo ontstaan is. Ja, zeker. En natuurlijk heel slim van meneer Wilders, ja. Ja, tenminste, er zijn altijd mensen die weten handig gebruik te maken van de regelgeving. Dus het zou een keer kunnen veranderen? Je zou daar iets voor kunnen starten? Zeker. Ja, ik zou een lobby starten. Ja. Misschien wel procederen. Ja. Ja. Merel krijgt het druk zo meteen. Ik kijk nog één keer rond over vragen. Ja. Ja, het is wel een beetje een praktische vraag om mee te eindigen. En hij komt misschien een beetje impertinent over, maar zo bedoel ik niet, Merel. Maar door wie worden jullie eigenlijk betaald als jullie opkomen voor zo'n kwetsbare groep? En kan dat nog in gevaar komen als een nieuwe regering zegt, nou, het hoeft allemaal niet zo? Ja, goede vraag. Ik denk dat het maatschappelijk middenveld het sowieso lastig gaat krijgen wat financiering betreft met de huidige regering. Er zijn al uitingen gedaan over subsidieslurpende organisaties. Wij krijgen geen geld van de overheid, maar van private donoren, familiefondsen. En we willen ook een donatiecampagne gaan opzetten. Dus als jullie later interesse hebben om daar aan mee te doen, dan is dat hartstikke welkom. We vragen namelijk geen geld aan onze cliënten, want dat zijn vaak ook gewoon groepen die dat niet kunnen dragen. En we vinden de rechtszaken wel ook zo belangrijk voor de versterking van de rechtsstaat dat we vinden dat die gevoerd moeten worden. Hilke, heb je nog in beeld dat je ergens aan het einde de twee mannen op de voorste rij gaat vragen of ze veranderd zijn van opvatting? Nou, bedankt André. Wat goed, als ik jou niet had. Ik ga weer even inderdaad handen vragen. En dat is de vraag waar ik de avond ook mee begon. En dat was, wie vindt dat de rechter in Nederland te veel macht heeft? En u stak uw hand op, dus ik ga eerst aan u vragen
Gaat u weer uw hand opsteken? Bent u van mening veranderd? Ja, ik ben wel van mening veranderd. Het is, ik zat te denken aan Polen, wat daar gebeurd is met de rechterlijke macht. Wat hier dan ook zou kunnen gebeuren als ze dus opzij geschoven worden. Dat heeft me wel verontrust. Ik zie hier nog een sterk rechterlijke macht en gemotiveerde mensen. Nee, maar het stelt me, dat geeft me een gerust gevoel. En Van Merel zou, zoals ze zegt, niet betaald en toch werken. Dat ze ambitie heeft en idealistisch is. Ik vind het echt geweldig. Nee, dat Merel wel betaald krijgt. Ja, maar toch even anders. Maar niet zoveel, hoor. Niet per zaak. Het gaat erom niet per zaak dat ze daarvoor vecht. Dat ze zal wel betaald worden. Nog meer mensen die van mening zijn veranderd? Die zeggen, nou, ik, eigenlijk na wat ik allemaal heb gehoord, ben ik juist gaan denken dat rechters in Nederland te veel macht hebben. Ja, kom ik even naar je toe. Oh, sorry. Het is niet of die rechters te veel macht hebben. De vraag is veel meer, wat zegt het over de rest van het systeem? En hoeveel zorg hebben we daarover? En dat is misschien ook nog wel een vraag aan jullie van, hoe is dat voor jullie? Dat je al die ruimte, extra ruimte krijgt die er vroeger minder was. En iemand zei dat ook in het begin van, het vertrouwen in de politiek neemt af. En daarom neemt onze mogelijkheden nemen toe. En mijn zorg gaat niet over dat jullie zoveel macht hebben, maar wat het over de rest zegt. Mooi. Alsnog 11:30, toch? Het is moeilijk te beantwoorden, dat in ieder geval. Laten we eerst even vaststellen dat we met z'n allen, nu ook een paar keer zeggen, het vertrouwen in Nederland in de overheid neemt af. Jawel, als je het wereldwijd bekijkt, zitten wij aan de gunstige kant samen met heel veel Scandinavische landen. We zijn op zich een vrij vertrouwenhebbend land in de overheid, in het leger, in onze buren, in de journalistiek. En dat is één. En de tweede waar uw vraag naartoe gaat is dan natuurlijk, ja, maar maakt het nu ook je taak als rechter niet zwaarder? Natuurlijk heb ik wel eens zorgen om het vertrouwen in de rest van de overheid, zeker. Maar als ik nou kijk naar de concrete zaken die voor me liggen, vind ik die eigenlijk nooit zwaarder. Gewoon, je bent zo getraind als rechter om te zeggen, wat is de vraag die u heeft? Wat is daarop de reactie? Hoe luidt de wet? Hoe luidt de rechtspraak? En hoe passen die vier op elkaar? En in die training voel ik het eigenlijk helemaal niet zo dat een van die spelers misschien wel veel minder vertrouwen heeft. Ja. Ik weet niet of dat een antwoord is, want het is een gedeeltelijk, ik probeer mijn hoofd om te keren om te laten zien hoe het in mijn hoofd gebeurt. Maar daar denk ik ergens dat ik niet zelf mijn werk zwaarder vind worden, omdat er minder vertrouwen in de overheid is. Ik weet niet of ja, ik denk ook zeker met de huidige regering dat voor heel veel kwetsbare minderheidsgroepen hun rechtsbescherming en positie, dat zij met recht bang kunnen zijn dat die geschonden gaat worden. Dus wat dat betreft snap ik heel goed wat u daarover zegt net. Ja. Ja, ik vind het altijd zo moeilijk om te weten of er inderdaad een soort van trendmatige beweging is die het slechter maakt, zeg maar. Dus af en toe moet ik ook nog wel terugdenken aan allerlei debatten over zure regen en kernkoppen en demonstraties daarover. En geopolitieke spanningen zijn natuurlijk ook al. Dus of het nou in zijn geheel allemaal veel slechter wordt, weet ik niet. Ik denk wel dat het heel complex wordt en dat het daardoor steeds moeilijker wordt voor een eenling om het hele systeem goed te kunnen vatten, zeg maar. Maar zolang we met z'n allen, denk ik, ons best blijven doen om die regelgeving zo goed mogelijk te krijgen en dan het systeem zo goed mogelijk in stand te houden, meer kunnen we toch niet doen eigenlijk. Nee, ik ga helaas nu naar een afronding. Maar ik vond het wel een hele mooie laatste vraag aan onze drie sprekers. En ik wil een heel hartelijk en groot applaus voor hen vragen. APPLAUS
En ik wil niet alleen onze sprekers bedanken, ik wil jullie ook allemaal bedanken. Want ik heb heel erg genoten van deze avond. Ik vond het echt heel erg leuk, ook de wisselwerking. Niet alleen tussen wetgever en rechter, maar ook tussen jullie als publiek en onze sprekers. En ik denk dat ik ook voor jullie spreek als ik dat zeg. Voordat jullie zo meteen de zaal verlaten, als je dus zo loopt, dan zie je ook nog even alle leuke boeken die deze bibliotheek te leen heeft. Maar wil ik jullie vragen, mensen die vaker zijn geweest, die kennen dat van ons, om even de QR-code te scannen. Want daarmee helpen jullie ons om onze programma's te verbeteren. Dus daar staan een paar korte vragen aan jullie in. En wil je niets missen van dit seizoen? Daar hangt de poster van het uitfeest. Dat is aankomende zaterdag. Dan zijn we ook weer, Studium Generale, er ook weer op het Domplein. Maar wil je niets missen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. En dat kan bij mijn collega Pien, die zometeen bij de uitgang staat. Dank jullie wel en allemaal een hele fijne avond. En ook jullie thuis, bedankt voor het kijken.